Vernon. Lekker zonnetje. Kijk hoe licht beige ik kan worden. Kijk deze flamingo in het wild. Babe, alert! Flamingo's maximaal. Made it! Het is hier heel lekker warm. De zon gaat nu onder, dus het koelt een beetje af. Ik heb weer mijn stippenmaxi jurk aan, omdat het gewoon heel lekker zit. En in principe gewoon als een soort onesie voelt, maar dan ook nog best wel leuk uitziet. Ik heb een balkontje dat uitkijkt over het zwembad en de zee. Met allemaal hele leuke rieten huisjes. Oh, ik kan niet wachten om morgen hier te gaan chillen. En zo meteen lekker aan te zien. Zo gezellig. Goedemorgen! We hebben net lekker ontbeten en zijn nu met alle meiden bij het strand. Ik ben even snel in mijn kamer omdat ik mijn iPhone probeer op te laden en wat camera issues heb. Hij begint nu ook weer te knipperen, dus ik weet niet hoe lang ik dit ga volhouden. Ik heb mijn bikini aan van Faithful. Nou ja, doe maar vertellen. We zijn nu in de rosse buurt van daar je jurkje. Nou, dit is een subtiele kleedje wat ik aan heb. En we gaan nu bij Charlie's Bar. Met hele fotogenieke deurtjes. Even een drankje doen. En verder regent het. Dus dat is altijd wel een depriment als je dan Nederland speciaal verlaat. Maar het ziet er hier wel heel vrolijk en kleurrijk uit. Het is allemaal graffiti en wall art en dat soort coole dingen. Dus Fifty wil meteen een soort urban campagne hier gaan schieten. We zijn even aan het schuilen in Charlie's Bar. We hebben wijn en cola. Ja, en jij deed ook wel dansjes. Kan je dat nog even een keer doen? Mijn schoonmoeder kijkt er ook naar. Naar mijn vlogs. Wat? Naar mijn kwartje. Leuk nieuw abonneetje, je schoonmoeder. Hoe heet je schoonmoeder? Sophie. Hallo. Dit is voor jou, Sophie. Kijk, iemand Sarah was zilver. 1, 2, 3. Helemaal kletsen. Gonna be alright. Festival waar Fat Joe de headliner is. Zeg jij, schatje? Oh ja, moet ze naar beneden. Dit heb ik aan. Nog geen schoen. Zie je hem wel. Hallo! We gaan uit! Art, hey! Voor grote meid, loop jij maar een beetje achter ons. We gaan lekker op stap. Worden we nu aangereden? Story of our life. We gaan eerst even wat drinken. En dan gaan we uit eten. En dan gaan we naar een festival waar Fat Joe de hoofdact is. En dat belooft zoveel moeds. Een soort van, ik kom er niet meer doorheen. Het is zo struggle. Ik heb niet zoveel haar. Dus. Maar het is er toch ook wel lekker als het een beetje stug is. Of niet? Ja. Alleen nu zit het volledig in de knoop ook. Dus dan krijg je dat dit zo dit, niet meer. Ja. Lekker zonsondergangetje. Yeah!
weet niet meer welke dag. Ik denk dinsdag. En we gaan op een jeep safari, wat er geweldig uitziet. En zo'n hoge waak is dat ik denk dat ik niet in. Ik heb er zin in! Mag ik jou even filmen? Nou leuk, even het lookje misschien. Ja, even het lookje misschien. Oeh, leuk lookje. Nou, ga jij eens even die auto in. Nou, dat ging nog best makkelijk, hè schat? Oké, ik stoot even mijn hoofd naar. Hans knap, maximaal! Ja, hier bent een roze. Waar is Hans? Hier is Hans! Hans zit lekker op Aruba. Oh mijn god. Bij deze wordt het toch echt gewoon een levensmissie om een keer met Hans Klok en Haas ja, op te nemen. Ja. Hans, wil je met mij een tutorial maken? We zitten nu bij Westdek, een heel lekker, heel ontspannen chill tentje met een tafel vol eten. Janne, en ik ga dit delen, want we zitten helemaal op één snack game. Dit is echt super lekker. We hebben hier kipjes teentjes, kipjes, polenta voor de groenten. Kipsnitzel met een soort van nepperie. En dan hebben we een witvis, zoete aardappelfrietjes en gewone frietjes. Dat was het. Ja. Oh, maar heel lekker. En wij zijn als enige aan het drappen. Ja, maar dat zie je helemaal niet hoe ze gamen. Lekker even een strandmoment. Zo heerlijk. Sommige mensen gaan zo'n yoga doen, maar ik voelde me heel lui en ik trok het even niet. Dus ik zit hier lekker met Anne en Rianne heel chill lekker een boek lezen. Ik heb mijn nieuwe pantenbikini aan, volgende love stories. Heerlijk. Kijken hoe licht beige ik kan worden. Nou, kijken hoe licht beige ik kan worden? Jazeker, zei ik dan. Hoe ben ga jij qua beige? Beige? Ja, jij bent wel bruin. Maar wat bedoel je met beige? Ja, qua huidskleur, jongen. Nou, wat ik dus zag, is dat mijn horloge bijna in mijn pols staat, zie je? Oh ja. Dus dat vind ik een goed teken. Dat is een goed idee. Goedemorgen, babes. Het is nu woensdag. En het is best wel bewolkt, maar we gaan zo lekker een boot op. Ik hoop dat het een beetje opklaart. Dat zou heerlijk zijn. En in principe is het hier altijd heel lekker warm. Dus hoe erg kan het zijn? Ik heb heel slecht geslapen. Ik heb tot 2:30 gewerkt. Het internet is hier zo traag. Dus dat schiet allemaal echt helemaal niet op. En toen werd ik 4 uur later schrok ik echt wakker met allemaal werkdingen in mijn hoofd. En toen dacht ik, oké, die ga ik even wegwerken. Anders kan ik nooit een beetje soort van ademen en me ontspannen voelen. Dus dat heb ik even gedaan. Dat is wel fijn. En nu ga ik even Anne ophalen en gaan we naar beneden lopen. Heerlijk. Het is echt een leuk eiland. Heel chill en hele mooie kleuren en leuke mensen en lekker eten. En het is best wel klein en rustig. En je moet een beetje je tentjes weten en weten waar je bijvoorbeeld yoga kan doen met een mooi uitzicht en dat soort dingen. En dan heb je echt een hele chille tijd. Dit is mijn look van vandaag. Een jumpsuit van Faithful. Zonnebrilletje van Mango. Schoenen van Mango. Ketting van Misoma. En oorbellen geloof ik Sarah. Ik ben met Anne op de kamer. Babe alert. Hey. En ik heb net dit palet ontdekt van Anastasia. Soft Glam. Oh mijn god. De mooiste kleuren. Dat moeten jullie even zien. Zo prachtig. Ik heb me even bijgewerkt met wat Bordeaux tinten. En nu doet Anne bij mijn wimpersalon. Want ik kan nooit een nep wimpertje opplakken. En ik wil ook een klein mini wimpertje aan de zijkant. De zijkant alleen, hè? Ja, gewoon heel subtiel. Voor de leuk. Ik kan dit dus echt niet zelf. Nee, en ik moet wel zeggen, deze zijn echt best wel moeilijk. Ja. Want deze zijn dubbel. Ik had het verkeerde gekocht. Oké.
Ja. Ik zie het gebeuren. Wimpertje. Heb je nog een geheime truc? Nou, ja, zo dicht mogelijk tegen de lashline. Ja. En eigenlijk doe ik altijd alleen maar gewoon eentje of zo in de zijhoek. Eén of twee inderdaad. Ja, max. Eigenlijk één of twee max. Ja. Ja. Want ik vind toch zo'n hele strip. Ja. Ik vind dit al gewoon genoeg. Ja, ja, maar jij hebt al best wel lange wimpers. Dus het verschil is bij jou niet heel groot. Ja. Wimpersalon! Kijk, dit zie je wel echt, vind ik. Ja, echt mooi. Maximaal. Ik ben echt denk ik in tijden niet zo bruin geweest. Jij, Vief? Vief kijkt zo moeilijk. Ik weet niet of ik dit in beeld durf te brengen, dit kwade hoofdje. We gaan nu even wat foto's maken. We hebben een oog laten vallen op zo'n opblaasbeest. Wat natuurlijk altijd wel gezellig is. En verder hebben we gewoon heel erg honger. Dus dat gaan we. We hebben zo'n lekker tentje ontdekt. Het heet Alfredo's. En daar hebben ze allemaal vegan dingen en daar willen we de hele tijd eten halen en sapjes en zo. Zo goddelijk, dus dat gaan we zo. Straks gaan we ook pizza halen. En pizza's. We hebben gisteren ook lekker pizzaatje gegeten. En curry. En chicken lollipops, dat was echt smullen. Die waren lekker, hè? Ja. 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 Woehoe! Yes, dit is helemaal hilarisch. We gaan nu lekker even lunchen bij een beach shack die Eduardo's heet en dat is helemaal vegan. Ik heb nu een bol met tonijn, heerlijk. En ze hebben allemaal lekkere smoothies en bowls en raw bars en dat soort dingen. En verder is hier eigenlijk allerlei soorten eten, maar het is wel lekker om even wat gezonds tot je te nemen op zo'n stranddag. Dus heel veel zin hierin. Mijn vlogcamera heeft trouwens echt een soort kuur, dus ik film dit even met mijn iPhone. Deze tuna bowl is echt het lekkerste wat ik ooit heb gegeten met kokosrijst, tonijn, chili, ananas, wortels, slaatjes, er zit allemaal in, limoen, zeewier, echt insane. We zijn lekker op pad bij Flying Fishbone en we hebben lekker wat foto's gemaakt net razendsnel. Dit is een heel leuk tentje waarbij je aan de zee zit en volgens mij met je voeten in het water ook. Ik heb even een look van Viv aan. Een rokje en een top. Een meisje even Insta-foto's aan het maken. Foto 396. Doe even jullie signature duo pose. Snap, snap. Zo leuk om te filmen dit. Ja man, so pretty. Lekker mijn monsterschoen aan. En die zit hier dus aan het water. We krijgen nu een heel snackplateau. Ah, toetjes! Wow. Thank you. Thank you. Doei. Doei. Yeah, geweldig! Waar gaan we mee beginnen? Appeltaart! Appeltaart, hè? Crème brûlée? Nee, die merengue! Hoe lekker ziet dat eruit? Welke? Snackmonstertjes dit, hoor. We liggen in bed enge verhalen te vertellen en opeens klopt er iemand op de deur en gaat ons gordijn wapperen. Helemaal aan het gillen. Ik zie hier in de deuropening zo'n klein oude Robaans vrouwtje zonder tanden staan. Oh my god. Good morning! Het is onze laatste echte dag en het is 7 uur 's ochtends en wij, deze bambini's, yes, we zijn bij het Flamingo-strand. Dat is een strand waar allemaal flamingo's zijn en daar gaan we wat foto's maken en even genieten en rondkijken. Er staat ook een hele lange rij. Wat zitten jullie allemaal te doen daar?
Wij gaan dus even aan het strand liggen, foto's maken, dat soort dingen en genieten van onze laatste dag. Ik heb ook een lekker tropisch lookje aan. Deze meiden ook. Ik heb even mijn flamingo bikini er ook maar bij aangedaan. Om het thematisch te houden. Iedereen is weer aan het vechten om die flammies. Het is echt hilarisch. We gaan een paar laatste uurtjes pakken en dan gaan we weer naar huis. Kijk deze flamingo in het wild. Bijna naar huis. We gaan nog even wat lunchen. En we hebben taco's besteld en krabburgers. En ik denk zo een cocktailtje. Het is inmiddels al weekend nu. In Nederlandse tijd, dus ik denk dat hij wel terecht is. Het was heerlijk. Echt een van de leukste trips in tijden. Yes! Een hele toren.